De groei van het toerisme in Kamerwijnen-Noord zal de werkgelegenheid voor de plaatselijke bevolking stimuleren. Dat zegt minister Ferdinand Welzijn, die toerisme in zijn pakket heeft. Hij verwacht dat met herstel van het historische plantagepad er ook meer bedrijvigheid zal komen in Kamerwijnen. Resorts zoals plantage Frederiksdorp, landgoed Marienbos en plantage Bakkie zorgen nu al voor werk voor omwonenden. In deze aflevering van de radio- en televisiespecial Meer dan toerisme merkt verslaggever Sim Jones dat ook. We fietsen in Kommerwijnen, vanuit Marienbos richting Kronenburg. Hallo. Op het historische plantagepad komen we al heel gauw iemand tegen die werk heeft dankzij het toerisme. Nu ga ik dingen gaan leveren voor dat bedrijf. Pompoen en dingen, cassava. Het is Amr Singh Rambali. Amr wordt hij ook wel genoemd. De tuinman en klusjesman van plantage Frederiksdorp. Hij heeft net inkopen gedaan. Amr heeft cassava gehaald. Kijk, is u de cassava hier? Cassava kan gekookt worden of gebakken. Net zoals aardappelen. En dus ook nog pompoen. Drie stuks. Zo van het land. Drie pompoenen is hier. Hier in een plastic zak. Goed voor je ogen. En de toeristen vinden het ook heerlijk, weet Amr. Groenten en aardvruchten uit de directe omgeving halen. Hoe belangrijk is dat voor toeristenorde in de omgeving? Gids Giovanni Gottlieb van Frederiksdorp. Nou, zeer belangrijk. Dan hoeven we niet helemaal naar de overkant van de Kommerwijnrivier te gaan. En dan hebben we ook dat de lokale mensen hier een afzetmarkt hebben. Dat ze niet helemaal naar de stad hoeven te gaan om hun producten te verkopen. Toch verwacht minister Welzijn van Toerisme dat met de renovatie van het historisch plantagepad meer toeristen zullen komen. Op het moment dat er zich toeristen daar naartoe begeven en op het moment dat we de zaak helemaal goed hebben ontwikkeld, dan zal er automatisch werkgelegenheid ontstaan. Dan zullen mensen die daar wonen werk krijgen en dat geeft dus het voordeel dat je dus de trek vanuit het gebied kan vermijden. En dat er weer mensen teruggaan naar het gebied die daar vandaan komen? Ja, of het kan best ook dat anderen daar gaan wonen. En terug fietsen we via Frederiksdorp. We gaan nog even naar Johanna Margarita, ook wel Margrita. Vroeger een suikerplantage, later een vissersdorpje. Eigenlijk zijn hier maar twee belangrijke weggetjes. De Kriolenweg, hier zouden vooral Kriolen wonen, die toch nog wel een stevige kilometer fietsen richting de Zwamp en de Zee gaan. En via de U-bocht, de parallel lopende Javanenweg. Hier zouden vooral Javanen wonen. Vlakbij het levendige centrum in Johanna Margarita komen we een bootje vol vakantiegangers tegen. En dan maar één te spotten. Ze gaan op kaimannentour. We hopen met spotten. Zes kinderen terug te komen. We willen zien waar kaimannen zijn. Maar ook de Zwamp en de Zee is heel populair. Dolfijnentocht, Braamspunt, zandstranden. Bij een eethuisje zien we achtergebleven dappere mannen aan het parbo-bier. Hebben jullie al iets gegeten? Het eten is hier lekker. Pinnen kan je hier ook nog. Maar de zonsondergang is gratis en prachtig. Tot zover deze aflevering uit de mediaspecial Meer dan toerisme. Mede mogelijk gemaakt door Suriname Airways. Een reportage was dat van Sam Jones.